Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie 7 DIY's met glitters laten zien. En de eerste heb je net al even in beeld gezien. Daarvoor heb je de volgende spullen nodig. Namelijk een glas. Dat kan een oud potje zijn van jam of pindakaas als er maar geen etiket of zo op zit. En een deksel daarvan heb je ook nog nodig. Ik heb hier al water in gedaan. Er staat nog wat meer water voor straks erbij. Dan heb ik deze schelpjes. Ik heb hier nog wat glitters. En wat hartjes. Er komt ook nog wat kleurstof bij. Levensmiddelenkleurstof, dus veilig. En er staat hier wat afwasmiddel. Het afwasmiddel zorgt ervoor, als ik dat straks erbij doe, dat niet alles alleen maar aan elkaar blijft plakken. En als eerste haal ik hier de dop vanaf en geef ik het water een kleurtje. Daar is niet heel veel voor nodig. Zoals je ziet is het nu al roze. Dan komen de hartjes erbij. De schelpen. Even wat naar beneden duwen. En de normale glitters. Wat afwasmiddel. Even goed roeren allemaal. En dan vul ik dit zo aan met water. Totdat hij helemaal vol zit. En dan komt het deksel er weer bovenop. En zo ontstaan deze mooie effecten in het water met glitters en schelpen en hartjes. Het blijft allemaal niet aan elkaar plakken zoals je ziet. En dat komt dus door het afwasmiddel dat we erbij hebben gegooid. Nu krijg je steeds opnieuw wolken van glitter die door het water heen wervelen. Voor de volgende DIY heb ik hier dit kleine flaconnetje. Ik ga hier namelijk elfenstof in maken. En hiermee maak ik straks dan een koord waarmee je het om je nek kan knopen als ketting. Met dit papier ga ik een terechtertje maken zodat de glitters goed hier in dit kleine glazen flaconnetje komen. Hier zit een dekseltje zo bij, daar zit al wat in, zo'n openingetje waardoor je er makkelijk een ketting van kan maken. Ik heb borduurzij om er een ketting van te maken. Maar als eerst rol ik het papier zo op, dat steek ik hierin en dan komt mijn lading glitters erbij. En dan hoop ik dat dat zo hierin komt. Het lijkt niet heel goed te werken op dit moment. Ja, er komt toch wat naast. En ik hou nog flink wat over. Een beetje te veel, dat kan eruit. Dop erop. Maar ik wil dat die dop stevig zit en daarom doe ik wat lijm om deze dop heen zo. Beetje lijm verspreiden. En dan zit deze stevig dicht. Dat moet natuurlijk even drogen en als het gedroogd is kun je er een ketting van maken. Daarvoor heb ik dit koord zo gemaakt van borduurzij. Dat moet nu nog eventjes hier zo door de opening heen. En dan kun je er makkelijk een ketting van maken. Je zou er ook een armband van kunnen maken of een sleutelhanger. Ik vind het er in ieder geval super schattig uitzien. En je kan er natuurlijk ook een leuk cadeautje van maken met er nog een kaartje bij. Of een etiketje op de flacon. Bij deze DIY ga ik eetbare glitters maken.
En daarvoor heb ik hier 2 keer 25 gram suiker. Dat zijn allebei de bakjes 25 gram. En daarnaast heb ik levensmiddelkleurstof. Dus ik heb paars en roze. Bij ieder bakje doe ik wat kleurstof. Een paar druppels is al genoeg. En dan wordt dat goed gemengd. Zo, in principe is het al bijna klaar. Maar zoals je kunt zien is het een beetje klonterig en vochtig. Daarvoor ga ik het nu in de oven bakken op een bakplaat met bakpapier. Dus dun uitsmeren op het bakpapier en 10 tot 15 minuten in de oven zetten bij 180 graden Celsius. Dan ziet je glitter er na afloop zo uit. Er zitten nog wel wat grotere stukjes tussen, maar die kun je gewoon zo even kapot drukken. Die vallen vanzelf makkelijk uit elkaar. En dan heb je zo eetbare glitters. Je kan hiermee natuurlijk een taart versieren, maar als je er een machine voor hebt, kun je zelf thuis van dit materiaal een suikerspin maken. Wat je natuurlijk heel goed met glitters kunt maken, is slijm. Ik ga nog eventjes snel een makkelijke recept laten zien. Daarvoor heb ik doorzichtige vloeibare lijm. Lenzenvloeistof heb ik hier. Ik heb bakpoeder. Hier wordt het in gemengd. Lepel om het mee te mengen. En natuurlijk zoveel glitters als je zelf wil. Ik heb deze roze sterretjes ook. Maar om te beginnen gooien we flink wat lijm in dit bakje. Een snufje bakpoeder. Glitters. En de lenzenvloeistof. Als alles erin zit, even goed roeren. En tijdens het roeren merk je dan meestal vanzelf wel of je meer lenzenvloeistof moet gebruiken of dat het wel direct goed is. Langzaamaan wordt dit al echt slijm. Maar zodat het nog wat sneller en beter gaat, gooi ik er nog wat vloeistof bij. Even later is ons slijm dan klaar. Ik vind dit een hele mooie kleur, een beetje rood-goud is het. Ik had de sterretjes er niet gelijk bij gegooid, maar die kan ik er altijd later nog in doen. Het beste kun je slijm nog even een paar minuten laten staan, trouwens als het klaar is voordat je mee gaat spelen. Dan kleeft hij nog minder en is hij nog slijmeriger. En dit slijm is perfect geworden. In deze DIY ga ik je laten zien hoe je glitterplakband zelf kunt maken. Daarvoor heb ik doorzichtig plakband. Daar haal ik een stukje af. Ik heb hier een donker papier als ondergrond. Je kan natuurlijk ook een andere kleur nemen, maar op zwart vallen glitters het meest op. Zo, ik heb de plakkende kant van het plakband naar boven liggen. En daar strooi ik zo voorzichtig glitter op. Dan druk ik de glitters een beetje aan, zodat ik er niet te veel van kwijtraak als ik mijn tape omdraai. De streep wordt zo iets breder. Ik hou aan de zijkant de ruimte over, zodat het goed blijft plakken. Want daar waar nu glitters zitten, daar plakt het plakband natuurlijk niet meer.
eventjes hier de glitters van afhalen. En dan kan deze opgeplakt worden. Ik maak hier zo een goudkleurige glitterrand van. Goed aandrukken langs de randen. En dan is deze rand klaar. Snel, makkelijk en mooi om zo een kaart te maken. Voor deze DIY heb je een plastic zakje als deze nodig. Met zo'n sluiting, een ziplock noemen ze het in het Engels. Ik weet even niet hoe het in het Nederlands heet. En ik ga hier slijm in doen. Het mooiste is natuurlijk als je glitterslijm hebt. En dat heb ik toevallig net gemaakt. Dus dat slijm dat je net gemaakt hebt zien worden gaat in deze ziplock. Ik probeer het zo plat mogelijk te maken, zodat het zich goed verdeelt. Het zakje doe ik alvast dicht. Ik vouw hem zo even dubbel. En dan kun je iets uitzoeken om dit op te bevestigen, bijvoorbeeld op de voorkant van een schrift. En dan kun je hem erop vastzetten. Ik maak hem nog eventjes zo plat. En dan heb je iets om mee te spelen als het in de les toch een beetje te saai begint te worden. En ik denk dat dit zich vanzelf ook wel wat egaler verspreidt. Ik pak hier zo washi tape. Hier heb ik nog wat over, dus dat vouw ik naar binnen. Vastplakken. En dan is deze DIY klaar. Een schrift met glitterslijm erop om mee te spelen als je verveelt in de les. Ik vind hem er in ieder geval super tof uitzien. En je kunt natuurlijk slijm erin stoppen in kleuren die je zelf mooi vindt, maar ik vind hem ook mooi passen bij de achtergrond. Voor deze laatste DIY pak ik weer even mijn kaart met glitterrand erbij. Ik ga hier dus een volledige kaart nu van maken. Ik heb hier een lijmpistool en daarmee teken ik met lijm een vorm op deze kaart. Ik ga een hart maken. En daar strooi ik glitters overheen, een flinke lading. Totdat je helemaal geen lijm meer ziet. Dat laat ik zo goed drogen. Als die goed gedroogd is, dan kan ik zo de glitters eraf kloppen. En is mijn kaart klaar. En daarvoor heb ik dus te omleggen. Ik hoop dat je deze DIY's leuk hebt gevonden. En ik hoop je in de volgende video weer te zien. Hopelijk tot dan.